Banaba Ouderencoaching wordt ingericht omdat wij vanuit de samenleving merken dat er meer en meer ouderen zijn. En dat die ouderen ook heel erg divers zijn. Vooral omdat wij vanuit het werkveld horen dat de basisopleidingen hier in Vlaanderen weinig aandacht hebben voor die ouderen. Terwijl dat eigenlijk de evidentie is, als er veel ouderen zijn in de samenleving, dat je op een gegeven moment in je werksituatie met ouderen in contact komt. En dat dan eigenlijk wel goed is dat je daar ook vanuit opleidingen meer aandacht voor hebt. Ik heb de opleiding gevolgd omdat ik in mijn orthopedagogieopleiding stage gelopen heb bij ouderen met dementie. En daar heb ik eigenlijk een passie ontwikkeld voor werken met deze doelgroep. Ik heb voor de opleiding gekozen omdat ik in de thuisverpleging werk en dat ik eigenlijk het gevoel heb dat ik veel meer kan betekenen dan alleen maar thuisverplegen. Maar ook de mensen hebben zoveel hulpvragen waar je soms niet op kunt reageren of iets mee kunt doen. En nu heb ik het gevoel, ik kan er veel meer uithalen. We leren in de opleiding eigen therapie dat we de mens als totaalbeeld moeten kunnen bekijken en dat we ook de ouderen als totaalbeeld kunnen bekijken. Dus ik wou mij graag nog verdiepen in de doelgroep ouderen eigenlijk. Ik heb dus de opleiding gekozen omdat ik mijn werk als seniorenconsulent ook al met ouderen natuurlijk in aanraking kom. En ik vond deze opleiding heel praktisch gericht en ook vanuit de waarderende benadering vond ik dat toch een heel mooie aanvulling op dat wat ik al in mijn rugzak had zitten. Ouderencoaching is geen beroep op zich, maar we willen vanuit de opleiding inzetten op handvatten vanuit de praktijk en vanuit de theoretische kennis die eigenlijk de student gaan wapenen om in het werkveld aan de slag te gaan met de uitdagingen die de vergrijzing met zich meebrengt. Vanuit het vak ouderenbeleid hebben we eigenlijk veel opdrachten gekregen en een project ook waar we in contact moeten gaan met mensen uit de lokale gemeente. Voor mij was dat eigenlijk heel interessant, omdat ik dan nieuwe contacten leg met mensen die bezig zijn al met ouderen, ook met ouderenbeleid, maar ook met ouderenzorg in het algemeen. En ik denk dat deze mensen wel heel handig zullen zijn voor mijn verdere carrière. Dus vanuit het vak de ouder als persoon heb ik eigenlijk vooral geleerd dat de groep van ouderen heel divers is, maar vooral ook heel dat traject van ouder worden een heel persoonlijk verhaal is, maar dat er ook heel veel competenties en kwaliteiten aan verbonden zijn en dat dat ook heel hoopgevend is om te zien wat nog allemaal mogelijk is. Vanuit het vak waarderend coachen heb ik handvaten gekregen om vanuit de thuisverpleging problemen positief aan te pakken. En zo gebruik ik deze handvaten eigenlijk ook in mijn thuissituatie. Bij het vak advies en recht heb ik vooral bijgeleerd dat de oudere persoon nog veel andere kanten heeft. Vooral het juridische en het financiële vlak komt daar ook bij kijken. Wij kijken naar wat een oudere nog kan, maar er zijn ook veel verantwoordelijkheden die een oudere persoon nog dient op te nemen. Zowel zijn testament opstellen als andere zaken regelen. Als hij bijvoorbeeld naar een woonzorgcentrum gaat, wat er met zijn huis gebeurt of wat er gebeurt met de partner die naar het woonzorgcentrum gaat en welke financiële voordelen daar hierbij zijn. Vanuit het vak ouderen in de samenleving hebben we enige tijd stilgestaan over de thematiek van eenzaamheid. Daar hebben we gezien dat er veel mensen eenzaam zijn, maar ook ouderen zijn daar gevoelig voor. Ook voor bijvoorbeeld partners die sterven of een vriendenkring die de duur wegvallen. Vanuit de bachelorproef heb ik ingezet op het intergenerationeel leren, dat de ouderen van een jongere kan leren rond de nieuwe technologie. En om dat concreet te maken heb ik dus ouderen en jongeren samengebracht om met bijvoorbeeld iPad, tablet, smartphone, iPhone de ouderen laten bij te benen op dat vlak. Dat mondt later in nu de seniorenraad uit in een digipunt waar we zelfs Europees een verzoekschrift hebben ingediend om het digitaal leren mogelijk te maken. Wat ik fijn vind aan deze opleiding is enerzijds dat we gemengd zitten. Het is te zeggen jongere mensen en net iets minder jongere mensen. Dus je leert eigenlijk heel veel van elkaar en je ziet ook andermans perspectieven over dezelfde inhoud. Dus dat is op zich heel erg boeiend. En het feit dat er veel opdrachten zijn die toch heel praktisch, praktijkgericht zijn, vind ik ook wel heel interessant aan deze opleiding. Inspirerend vind ik vooral dat we een totaal beeld krijgen van ouderenwelzijn in het algemeen. En dat we de mogelijkheden zien en dat we ook de mogelijkheden aan onszelf zien om verandering daarin te brengen. Dus hoe dat wij iets kunnen veranderen aan de maatschappij. Als werkstudent en mama van vier kan ik deze opleiding goed combineren met mijn werk en mijn gezin, omdat dat maar één contactmoment om de 14 dagen is als je een halftijds aan de opleiding start. Wat ik heel inspirerend vond aan de opleiding is dat je heel veel mensen leert kennen uit verschillende disciplines. En die netwerken die neem je toch ook wel mee in je professionele leven als je aan de slag gaat.